Ik ben Niels van Massenhoven en werk als ingenieur voor afdeling Kust. Ik ben projectleider voor het realiseren van de overstromingsmaatregelen rond de haven van Blankenbergen. Dit project kadert binnen het masterplan Kustveiligheid, waarbij we de ganse kust beschermen tegen de overstromingen vanuit de zee. Uit analyses is gebleken dat de jachthaven van Blankenbergen een zwakke schakel is in de kustverdediging. Vandaar dat we hier bezig zijn met het bouwen van stormmuren rond de haven, zodat Blankenbergen en ook het Ginterland beschermd wordt tegen overstromingen. Voor dit project hebben wij beroep gedaan op verschillende diensten binnen het departement Mobiliteit en Openbare Werken. Zo heeft het Waterbouwkundige Laboratorium een gans model opgesteld om de golfhoogtes te berekenen in de jachthaven van Blankenbergen bij gevige storm. Op basis van deze golfhoogtes zijn dan de muurhoogtes bepaald en hebben zij dan ook de krachten berekend die inwerken op de stormmuren door de golven. De geotechniek heeft de nodige sonderingen en boringen uitgevoerd om een goed beeld te krijgen van de ondergrond rond de jachthaven van Blankenbergen. Op basis van dit grondonderzoek heeft men dan de nodige berekeningen gedaan voor het ontwerp van de stormmuren. Zo zijn alle funderingen berekend, hebben ze ook de damwanden berekend en ook de grondankers bepaald. Ten slotte hebben wij beroep gedaan op de diensten van elektromechanica en telematica. Zij staan in voor de realisatie en het onderhoud van de elektrische installaties rond de jachthaven van Blankenbergen. Voor dit project moesten er heel wat netleidingen verplaatst worden, waaronder ook de masten en de leidingen voor de openbare verlichting. Bij het begin van het project hebben zij enkele masten moeten weghalen en nadien worden deze teruggeplaatst samen met de nieuwe kabels.